En het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer gaat er alles aan doen om de achterstanden van grondaanvragen in te lopen. Minister Diana Pocky geeft echter aan dat niet alles meteen ingelopen kan worden, omdat de achterstand groot is. Het ministerie zal via haar communicatieunit de gemeenschap blijven informeren. Pocky zegt dat er geen herregistratie zal plaatsvinden, omdat die strategie niet werkt. De mensen die problemen hebben met hun lopende grondaanvraag kunnen zich wenden tot het ministerie. Als het gaat om makkelijke vraagstukken, iemand vraagt een stuk grond voor bebouwing, 400 tot 500 vierkante meter, dan zeg ik van, als de aanvraag al binnen is, het is door de screencommissie heen, want natuurlijk kan ik niet zomaar continueren. Ik moet als nieuwe minister moet ik dan weer screenen als de wettelijke regeling in acht is genomen in het heel grondaanvraagproces. Als dat gebeurd is, dan zeg ik gewoon shooten. 400, 500 vierkante meter als de bestemming, als dat duidelijk is, dan moet het gewoon afgehandeld kunnen worden. Maar dat de wetten er zijn, die wetten worden niet nageleefd. Dus ik kan daarover niet praten. Maar ik zeg van, mensen die zich aanmelden, zullen dan door de communicatieunit, en er komt niet zomaar een communicatieunit, als je daar beland bent, moeten de deskundigen daar in die afdeling moeten de antwoorden, de vraagpunten van de burgers, die dienstverlening moeten we gaan verbeteren. En daarover hebben we gesproken. Dus er komt een workshop. Ik denk er komt een tweede voorbereidingsmeeting met interne deskundigen. Daarna wordt de workshop gehouden met de bedoeling dat er een werkdocument gaat komen. En het zal duidelijk worden aan de gemeenschap welke stappen ze moeten doorlopen, wat ze allemaal moeten doen om te komen aan een klein stuk grond. Minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer. We spraken haar vanmorgen voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers.